met een team jonge Nederlandse architecten, onder wie de Rotterdammer Victor Mani, een villa ontworpen. Ze deden dat in opdracht van de Rotterdamse Kunststichting, die de werkstukken onder de titel Architectuur in Lego tentoonstelt. Bij de bouwopdracht was alleen het grondoppervlak aan een maximum gebonden. Voor de rest genoten de architecten grote vrijheid ten aanzien van de wijze waarop ze het villa-ontwerp zouden uitvoeren. En dat leverde een aantal speelse, sterk gevarieerde creaties op. Zoals die van Sander Wissing, die zich liet inspireren door een blauw paleis dat aan de Bijbelse koning Nebukadnezar wordt toegeschreven. Ernest Boender bouwde een villa in de vorm van een Parijs flatgebouw. En in de droomvilla van Sjoerd Soeters kunnen de bewoners zich tot op de hoogte van de Acropolis verheffen. Deze boeiende architectuurtentoonstelling in Rotterdam, vol met aardige vondsten, zoals het uitdraaibare zwembad, geeft een interessant beeld van wat beroepsbouwers met kinderspeelgoed kunnen bereiken.